De eerste vraag die ik straks al mondeling kreeg, maar hij staat hier ook nog eens een keer zwart op wit. Wilt u nog eens op een rijtje zetten de link tussen de Shabbat en het Messiaanse Rijk in de Bijbel en bij de rabbijnen? Het is belangrijk altijd aan vast te houden. In dit geval hoef ik dat haast niet meer te zeggen, maar ik doe het toch maar weer eens een keer. Want je weet maar nooit wie er via YouTube kijkt. De wet is niet afgeschaft. Matteüs 5, vers 17, de heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om af te schaffen, de wet af te schaffen, maar die te vervullen. Die wet keert terug in het Messiaanse Rijk. Dat wil zeggen, hij wordt nog steeds door de Joden onderhouden. En de Messiaanse Joden moeten die ook onderhouden. Daar ben ik heel duidelijk over. Ik hoef hun niet voor te schrijven wat ze moeten doen. Dat is hun eigen geweten. Maar als ze mij vragen, wat zou ik moeten, dan zeg ik, jij moet gewoon de wet houden. Je bent toch een Jood? Ja, ik ben een Jood. Ja, maar ik geloof in de heer Jezus. Ik zeg, nou, dan ben je nog een betere Jood dan de anderen, want jij hebt de vervulling van het Jodendom gevonden. En jij dan? Ik zeg, ik niet, ik ben geen Jood. Ik hoef me alleen maar te houden aan, niet aan die, laat ik maar zo zeggen, want daar komt ook een vraag over. Ik denk altijd Galaten 6 vers 2, dat is net zo'n belangrijke tekst. Want je hebt natuurlijk ook het omgekeerde, hè? Je hebt mensen die zeggen, die wet is afgeschaft. Maar je hebt ook de mensen die wet toch weer aan alle heidenen proberen op te leggen. Waar wij ons hebben te houden, dat is Galaten 6 vers 2. Draagt elkanders lasten, want zo zult u de wet van Christus vervullen. Zet er even een dikke streep onder. Zet ook een dikke streep onder Romeinen 8 vers 4. De Heilige Geest in ons vervult de rechtvaardige eis van de wet. Zet dat er ook nog even bij. En zet er dan ook bij Johannes 14, waar de Heer Jezus zegt, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Alleen, dat is niet hetzelfde als de wet van Mozes, de wet van Sinaï. Ik heb een boek geschreven dat heet Hoe lief heb ik uw wet? Dat is moeilijk aan te komen. Maar daarin probeer ik uit te leggen dat in de essentie de wet nooit veranderd is. Maar dat hij wel verschillende gedaanten kent. En hij kent een zeer uitvoerige gedaante onder Israël met 613 geboden en verboden. Maar ja, iemand heeft een keer alle gebiedende wijze uit het Nieuwe Testament met me opgeteld. En die ontdekte dat christenen 1050 geboden hebben. Dus wij zijn er eigenlijk nog slechter van afgekomen. Dat vond ik wel een mooie aanpak, ja. De wet van Christus betekent eigenlijk, zegt de heer Jezus, heel simpel, dus het liefdegebod. Je denkt dat wij er makkelijk van afkomen, maar dat is niet zo. Want alle geboden van de Mosaïsche wet zijn in feite ook varianten op het liefdegebod. Dus de heer Jezus vat die hele Sinaïtische wet samen met die twee geboden, die God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En wat is in het Nieuwe Testament, wat is de wet van Christus? De Vader liefhebben boven alles en je broeders en zusters, je moet je zo liefhebben dat je bereid bent je leven voor ze te geven. In 1 Johannes 5 zegt Johannes, zijn geboden zijn niet zwaar. Terwijl ze veel zwaarder zijn dan die 10 geboden van Israël. Waarom zijn ze niet zwaar? Omdat ze vervuld worden in de kracht van de Heilige Geest. Dat is tenminste de opzet. Daarvoor hebben we de Heilige Geest ontvangen. De wet voorlezen aan mensen die de Heilige Geest niet hebben ontvangen is wreed. Want je houdt ze iets voor wat ze helemaal niet kunnen. En wat ze ook helemaal niet willen als ze de Heilige Geest niet ontvangen hebben. En als ze de Heilige Geest wel ontvangen hebben, dan hoef je die wet niet voor te lezen, want dan zit die wet al in hun hart. Nou ja. Zeg dat zondag maar tegen de dominee. Nee, zeg het maar niet. Blijf maar lekker, die wet voorlezen. Die Sabbat zal dan ook gevierd worden. Ik had een keer een Zevendedagsadventist aan de deur. Dat is ook al 100 jaar geleden. Dat is heel lang geleden. En die zei, meneer, dat is helemaal verkeerd dat de Sabbat naar de zondag is verhuisd. Ik zei, meneer, u volkomen gelijk. Hij zegt, die Sabbat is nooit afgeschaft. Ik zeg, u hebt helemaal gelijk. U bedoelt wel de zaterdag, zei hij. Ik zeg, ja, ik bedoel de zaterdag. Hij zegt, straks in het Messiaanse Rijk zal die Sabbat gevierd worden, niet de zondag. Ik zeg, helemaal gelijk. U hebt helemaal gelijk. Hij zegt, waarom houdt u die Sabbat dan niet? Ik zeg, omdat ik geen Jood ben. Nou, zegt zijn mond viel open van verbazing. Want dat aspect had hij nog nooit gehoord. Wat viert u dan? Ik zeg, ik vier elke dag als een feestdag voor de Heere God. En ik werk ook elke dag hard. Zondags moet ik 2 keer preken. 3 keer mag niet meer van mijn vrouw. Maar ik moet zondags 2 keer preken. En door de week schrijf ik en preek ik. Dus ik zeg, ik heb altijd feest. En ik werk altijd. Maar
Dat is heel belangrijk. Hij had ook volkomen gelijk. Als je leest in Jesaja 55, 56. Dan zie je dat ook in het Messiaanse Rijk de Sabbat weer gevierd zal worden. En ja, natuurlijk. Er is nog nooit een andere rustdag aan de schepping gegeven. Alleen die christenen, die gemeente van God uit de volken, dat is een heel apart gezelschap. Dat is een heel apart gezelschap. Daarom zei ik ook in Psalm 92, zo'n mooi voorbeeld daarvan. Daarom zijn we er ook mee begonnen om dat te zingen. Omdat daarboven staat een lied voor de Sabbatdag. Ik ga even mijn Bijbel pakken. Ik ga hem toch even opzoeken. Want dan gaan we eens even niet aan die zondag denken. Laat ons de rustdag wijden. En dan moet u eens opletten waar dat over gaat. Psalm 92. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Of voor de Sabbatdag. En dan wordt er gezegd, wat is het heerlijk om de Heere God te prijzen. En dan daar staat in vers 10. Uw vijanden, alle die onrecht bedreigen, zullen omkomen, zullen overal verspreid worden. Dat is het Messiaanse Rijk. Vers 13. De rechtvaardige zal groeien, als hebben we ook gezongen, als een palmboom. Die in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. Dat is het Messiaanse Rijk. Elke Sabbat herinnert ons aan de schepping. Toen God de zevende dag wijdde tot zijn eer. En herinnert ons aan het komende Messiaanse Rijk. In die ene Sabbat zit het hele plan van God van begin tot einde als het ware al opgesloten. Nou, ik laat het daar maar even bij. Misschien goed om nog eens uit te leggen hoe de zondag als verplichte rustdag is ontstaan. Kijk, die zondag, dat vind je al in het Nieuwe Testament, dat die eerste dag van de week een bijzondere plaats ging innemen. Het was de dag waarop de Heer Jezus was opgestaan. En of dat nou de reden was, dat staat er eigenlijk nergens nadrukkelijk bij. Maar je ziet al in Handelingen 20 vers 7, als Paulus daar in Troas is, toen wij dan vergaderd waren om brood te breken op de eerste dag van de week. En Paulus zegt ook op elke eerste dag van de week, 1 Korinther 16, moet je iets apart leggen. Nou, dat kun je de hele week wel doen, maar dat, blijkbaar heeft dat ook toch te maken met het feit dat ze blijkbaar op die zondag bij elkaar kwamen. Het zijn niet zoveel aanwijzingen, maar je krijgt toch al sterk de indruk, zeker Handelingen 20 is heel belangrijk, dat ze gewend waren op zondag bij elkaar te komen. Ik kan me voorstellen dat de Joodse mensen zaterdags die Sabbat vierden. En dan bij die Havdalah, weet u wel, aan het einde dan als die zondag begint, bij de zonsondergang op zaterdagavond. Dan bleven ze in de sfeer en dan bleven ze gewoon bij elkaar komen, want die avond is ook al het begin van de zondag. Vandaar dat katholieken ook op zaterdagavond bij elkaar mogen komen, want dan is die zondag al begonnen, die eerste dag van de week. En dat ging als het ware in één moeite door. Ze vierden de Sabbat en aansluitend kwamen ze als christenen bij elkaar. Daar was dus ook helemaal geen probleem over. De problemen ontstonden pas echt toen de christenen niet langer vervolgd werden. Dat was op zichzelf mooi. Doordat keizer Constantijn het evangelie aannam, althans beleed een christen te zijn. En hij stelde het christendom helemaal in de vrijheid. Later werd het zelfs officiële staatsgodsdienst. En toen kwam daar al heel gauw het eerste concilie, het concilie van Nicea, in het jaar 325. De keizer was officieel ervan zelfs de voorzitter. En dat concilie is gedenkwaardig omdat daar die geloofsbelijdenis van Nicea vandaan komt, maar het is ook gedenkwaardig omdat daar de eerste maatregelen tegen de Joden uitgevaardigd werden. Het ergerde die vroege christenen enorm dat die Joden maar niet over te halen waren om christenen te worden, om in Jezus te gaan geloven, laat me zo zeggen. Dat wilden ze niet, althans verreweg de meesten niet. In het begin waren ze verbaasd, vervolgens waren ze geërgerd. En tenslotte, toen de kerk eenmaal aan de macht kwam, want dat was het in feite, de keizer was christen geworden, het christendom had het voor het zeggen in het Rijk. De mensen stonden bij bosjes in de rij om zich te laten dopen, want het was voordelig geworden om christen te worden, want die hadden het voor het zeggen. Toen ging men die ergernis tegen de Joden ook, dat heb je als je de macht hebt, omzetten in maatregelen tegen de Joden. En een van de dingen die vroege kerkleiders, Constantijn, maar ook de kerkleiders, ergerden was dat bijvoorbeeld een heleboel christelijke feestdagen samenvielen met de Joodse feestdagen. Nou, dat kan wel nagaan. Het christelijk Pasen viel samen met het Joodse Pasen. Het christelijk Pinksterfeest viel samen met Shavuot. Dat ligt nogal in de aarde der dingen, vooral die twee natuurlijk.
En toen heeft men die data veranderd, waardoor af en toe Pasen samenvalt met Pesach, maar soms zitten 4 weken tussen. Dat zijn door die nieuwe regelen. Het is nog steeds een lentefeest, het heeft nog steeds met de maan te maken. Want ons Pasen wordt gevierd op de eerste zondag, dat is bij de Joden natuurlijk helemaal niet zo, op de eerste zondag na de eerste volle maan, na de eerste lentedag. Nou, dat kan wel eens met Joodse Pesach samenvallen, maar meestal natuurlijk helemaal niet. En dat deed men opzettelijk. En zo wilde men ook af van die Sabbat, want ook een heleboel christenen, ook christenen uit de volkeren, die kwamen samen op die Sabbat. En in 321, dat was nog voor het concilie, heeft Constantijn een wet uitgevaardigd. Waarin de zondag de verplichte rustdag werd. Dat is niet zo, zoals sommigen zeggen, dat toen pas die zondag ingevoerd werd. Die zondag was al lang bekend bij de christenen. Alleen de truc was dat die zondag nu de verplichte rustdag werd. Die zondag, daaraan werden al die sabbatsgeboden vastgeknoopt. Maar men wilde dat niet meer op zaterdag vieren. Dus men vierde eigenlijk een Joodse sabbat, maar dan op de zondag. En dat was niet omdat de Bijbel dat zo zei. Dezelfde reden tussen twee haakjes heeft Mohammed de vrijdag ervan gemaakt. Als officiële dag, want die wilde natuurlijk de sabbat niet vanwege de Joden. En de zondag niet vanwege de christenen. Dus hij nam de vrijdag. Zo werkt dat allemaal. Dus, maar de sabbat is nog steeds op zaterdag, dames en heren. En de zondag is nog steeds op zondag. En de sabbat is een verplichte rustdag voor de Joden. En wij genieten, tegen mij heeft het wel eens zo gezegd, maar dat zijn natuurlijk allemaal menselijke verklaringen hoor. Ze zijn mooi, maar ze hebben maar betrekkelijke waarde. Men heeft wel gezegd, in de Jood moet eerst hard werken, dan krijgt hij pas de rust. En wij mogen beginnen met de rust, als het ware vanuit de rust die Christus heeft aangebracht, mogen we aan het werk gaan. Dat zijn dierbare gedachten, maar dat zijn natuurlijk niet dingen die zomaar uit de Bijbel af te leiden zijn. Maar het is mooi. Het is mooi. Maar er zit eigenlijk toch weer de foute gedachte achter, dat dus inderdaad die zondag een rustdag is. Dus langs een omweggetje wordt toch die oude onwaarheid weer ingevlochten. Maar de Sabbat heeft dan geen eind. Hij heeft wel een begin, maar geen eind. Ja, bedoelt de zevende dag van Genesis 1, 2. Van Genesis 2. De Sabbat zelf? De Sabbat eindigt als de zon ondergaat op zaterdag. Toch? Ja, maar je leeft steeds door naar de volgende Sabbat. Ja, oké, oké. Dat doen we van zondag ook, ja, waar we even, dat is waar. Maar de Sabbat eindigt, dan mag je dus ook weer gewoon aan het werk gaan. Als de 's avonds de zon ondergegaan is. Hij duurt echt maar 1 dag. En dan, die Havdalah is nog een beetje nagenieten. Maar dan is toch eigenlijk de zondag begonnen. Met zonsondergang begint de eerste dag van de week. Nog een vraag. Ik vraag me vaak af of ik als christen de 10 geboden houd. Nou, dat hoeft u zich niet af te vragen, want dat doet u toch niet. Of is er iemand in de zaal die zegt, ik heb die 10 geboden helemaal perfect gehouden. Liefde tot God en je naaste is de vervulling van de wet. Van de 9 geboden die daar iets over zeggen, snap ik dat. Maar hoe zit het met het sabbatsgebod? Nou, dat is een goede vraag. Ik ben wel eens uitgenodigd om op zondagochtend in een hervormde gemeente te prediken. Maar meestal zijn dat zulke gemeenten die er ook niet zoveel moeite doen met die wetgeving. Maar als dan toch op het programma blijkt te staan dat ik de wet moet voorlezen, dan vraag ik altijd, vind je het goed dat ik dat doe uit Efeze 4 en 5? Of de samenvatting van de wet, of uit Johannes 14? Nou, hervormde gemeenten die mij uitnodigen, maken daar geen probleem van. Dat snapt u natuurlijk wel. Sommigen zouden zeggen, die zijn al zo ver afgezakt dat die dat allemaal goed vinden. Maar soms zeg maar, waarom dan niet? Ik zeg, nou, ik zou een vloek over die mensen brengen. Nou, dan kijken ze me helemaal raar aan. Ja, ik zeg, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Terwijl ze gisteren op Sabbat naar Albert Heijn zijn geweest. Ze hebben een auto gewassen en ze hebben een gras gemaaid. Met voeten hebben ze die Sabbat getreden. En nou lees ik ze daar officieel vanaf de kansel. De wet is hier ervoor. Ik ga daar verder niks over zeggen. Neem het maar rustig mee. En probeer er maar eens over na te denken. Want dat Sabbatsgebod inderdaad, dat valt buiten dat liefdegebod. Tuurlijk, omdat het een gebod is en omdat we de Heer lief hebben, willen we graag zijn geboden volbrengen. En als je een Jood bent, dan volbreng je ook het Sabbatsgebod uit liefde. Maar het is, zoals ik straks zei, geen moreel gebod. Dat zijn die anderen allemaal wel. Het is een formeel gebod. Het heeft een eigen karakter.
En het is daarom ook wel frappant dat al die 9 andere geboden in het Nieuwe Testament, in het onderwijs van de Heer Jezus en in het onderwijs van de apostelen, allemaal terugkeren. Allemaal uitvoerig. Behalve het Sabbatsgebod. Dat mag toch wel iets zeggen. Maar dus als u zich aan die 9 houdt, zou dat al heel erg mooi zijn. En de liefde, laten we goed bedenken, het gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een geweldige troost. Je hoeft het niet zelf te doen, je kunt het ook niet zelf. De andere kant is dat het ook dan niet volmaakt lukt. We blijven allemaal toch mensen, waar een oude broeder altijd die zei, we zijn allemaal met veel gebreken onderhevig. Zo drukte hij dat uit. En de waarheid van die uitspraak, die zullen we overeind houden. Wij alle struikelen dikwijls, zegt Jacobus in Jacobus 3. We schieten in die liefde tekort. Ik heb eens gelezen dat Spurgeon een preek had, een droom had gehad. Waarin de Heere God hem rapportcijfers gaf voor al zijn vele werk dat hij in de wijngaard des Heeren mocht doen. En dat rapport was interessant onderverdeeld. Daarin werden zijn motieven geanalyseerd. En ik ben al die categorieën vergeten, maar één categorie die is me bijgebleven. Namelijk, wat is gedaan uit werkelijk het liefde voor mij? En dat was 7%. Dus hij schrok nogal toen hij wakker werd. 7%. De andere delen zijn uit liefde voor jezelf. Of uit liefde voor de gemeente. Dat je dus toch vooral geen dingen zegt die een schok zouden kunnen betekenen. Dat je de mensen vooral toch niet uit hun evenwicht brengt. Dat je toch vooral geen dingen zegt waar je later in de kerkenraad, in de consistorie moeite mee zou kunnen krijgen. We zeggen heel veel dingen om door de mensen bemind te worden. En ik denk dat die droom dat ons probeerde duidelijk te maken. Wie van ons zou willen zeggen dat die 100% handelt in alles wat hij doet en zegt, uit liefde tot God en uit liefde tot de naaste. Maar de andere kant daarvan is, dat als ik dat een paar keer gezegd heb, dan knikt u allemaal uw wijze hoofden en u kijkt wat somber naar beneden. En dan hebt u makkelijk uw excuus gevonden om er dus maar geen werk van te maken. Want het is toch allemaal maar zwak en gebrekkig. Mijn gereformeerde hoofdonderwijzer, die heb ik menigmaal geciteerd, want dat was toch een hele boeiende man. Ik merk dat ik hem vaak citeer. Hij zei onder andere ook dit, dat is een van de citaten. Er is geen daad die wij doen of de zonde kleeft eraan. En daar zat ik dan als jongetje over na te denken. En dan zat ik te denken, maar dat en dat, is dat nou allemaal zonde? Waar zit die zonde dan? Nou, nu zeg ik, terwijl het zo'n aardige man was, ik kon me helemaal niet voorstellen dat die man zoveel zonde had, eerlijk gezegd. Zo'n aardige man was dat. Het was een Groninger, dus dat kan wel nagaan wat een aardige man dat was. Nee, daar kon ik dus niets mee. En dan denk ik ook, dat kan ook vrome praat zijn. Overal zit die zonde aan. Ik zeg, wijs het dan maar aan. Waar zit dan dat zondige in? Overdrijf je niet. Dus dat is een spanningsveld, dat geef ik onmiddellijk toe. Dus ik ga nou beide groepen van jullie weer behagen door het weer in evenwicht te brengen. Aan de ene kant, door de kracht van de Heilige Geest is het in principe mogelijk de Heere te dienen, tot zijn welgevallen te leven in liefde jegens hem en leefde die ernaast. Als ik dat niet zeg, dan doe ik hem tekort. Dan doe ik de Heilige Geest tekort. En de andere helft van de zaal, die stel ik tevreden door te zeggen dat dat heel vaak dan toch niet lukt. En dat ligt aan ons, dat ligt niet aan de Heilige Geest. En dat het toch altijd, dat we toch heel vaak daarin ook weer tekort schieten. En de balans moet je zo, als je die balans niet hebt, dan verval je of in de perfectionisme. Ik vertel graag over mijn goede Amerikaanse vriend die iemand tegenkwam die zei dat hij de laatste 2 jaar niet gezondigd had. Toen zei hij, mag ik je telefoonnummer? Hij zegt, waarom dat dan? Hij zegt, ik wil met je vrouw praten. Zeg, maar ik geloof er niks van. Nou, je hoeft mijn vrouw echt niet te bellen, hoor, om te vragen of ik de laatste 2 jaar wel eens gezondigd heb. Dat is de ene kant, het perfectionisme. En de andere kant, dat arme zondaarsgeloof, waarbij je heel makkelijk dat als een excuus aanneemt om er dan ook maar helemaal niks van te maken. Je hebt je bijvoorbeeld al bij neergelegd dat het toch een en al verlies is. Wij gaan voort van zwakheid tot zwakheid en verschijnen voor God in Sion. In hem zijn wij meer dan verliezers. Die soort houding, snap je? En die balans tussen die twee, dat is het moeilijke. Zegt u het dus. Maar u zei net dat het Sabbatsgebod niet zeg maar zozeer met het gebod tot liefde tot elkaar te maken heeft. Dat daar los van staat.
Maar als je het principe daaruit haalt, zoals als het begon toen straks, van dat het in de oudheid heel uniek was, dat er een gebod was waar mensen slaven zat weg. En als je dat principe naar nu vertaalt, dan heeft dat ook te maken hoe je bijvoorbeeld als werkgever met je werknemer omgaat. En, gewoon allerlei dingen die je mensen hun ruimte geeft. U hebt helemaal gelijk. Ik zal het iets duidelijker uitleggen. Want inderdaad, in dat Sabbatsgebod zit een groot element liefde. Namelijk de liefde tot al die arme arbeiders, slaven en slavinnen, die dag in dag uit hun hele leven moesten doorwerken, nooit een seconde rust hadden. Behalve om te slapen. Daar zit een liefde-element in. En ik heb ook gezegd, als je het Sabbatsgebod houdt omdat de Heer dat ons opgegeven heeft, en je doet het met van ganser harte, dan doe je dat uit liefde voor de Heer. Maar waar het mij om ging is, er zit iets willekeurigs in. Als de Heere God tegen ons gezegd had, net als Mohammed, je moet de zesde dag van de week vieren, had dat ook gedaan. Want de zevende dag als zodanig heeft niks bijzonders. Het is omdat de Heere zegt, het moet die dag zijn. Dat bedoel ik met, er zit een formeel element in. Net zoals de Heere zei, jullie mogen van alle bomen eten, behalve daar van die acacia. Maar het had net zo die dennenboom kunnen zijn. Daar zit iets willekeurigs in. Acacia's zijn niet slechter dan dennenbomen. Dat is eigenlijk niet zo voor de hand liggend als vruchtbomen. Maar goed, ik verzin maar wat. Het gaat erom, dat is het formele. Die boom moet je afblijven. Hoezo is het met die boom? Gaat je niks aan? Ik verbied het. Ik zeg het even cru. En zo is met die dagen in de week ook waarom de zevende dag. Ja, het is de laatste dag. Dan heb je de hele... Ja, ik snap die redenering wel. Maar de Heere God had net zo goed kunnen zeggen, we gaan elke week beginnen met een rustdag. En vanuit die rust ga je heerlijk bij mij komen. En vanuit die rust schijnt. Dat was ook een mooie gedachte geweest. Er zit niks in die zevende waarom het die dag zou moeten zijn. Dat bedoel ik met het formele. En dan is het een pure test van gehoorzaamheid. Welke dag is het? De zevende. Oké, dan houden we die. Want de Heere zegt het. Dat er indirect. Het is geen willekeur van de Heere God. Het is geen willekeur. Want dan blijkt ook hoe mooi dat is voor die slaven en die slavinnen. Daar komt het element van de liefde. En als je de vreugde ziet die de Israëlieten beleven aan de Sabbat. Ik had het straks al even over het verwelkomen van de Sabbat als een koningin. Legado di, dat prachtige lied. Het begin van de moderne tijd door een rabbi gemaakt. Waarbij de Sabbat als een koningin wordt verwelkomd. Als een eredame die je in je huis opneemt. De vreugde van de Sabbat. Dus los van al die fariseïsche geboden. De vreugde van de Sabbat. Ja, die kunnen wij als christenen eigenlijk moeilijk meemaken. Dat is natuurlijk ook geweldig. Dus achteraf zie je, het is een en al zegen. Het is een en al moois. En nog afgezien van het hele praktische punt wat ik noemde, dat daardoor de identiteit van het Joodse volk door alle eeuwen heen is gegarandeerd. Dat is natuurlijk geweldig. Maar het ging me puur om het feit, soms moet je dingen gewoon doen omdat de Heer het zegt. Niet omdat je met je gezond verstand ook wel kunt nagaan, ja natuurlijk, die dag moeten we. Nee, de Heer zegt, dat is hem en die moet je houden. En als hij tegen ons gezegd zou hebben, de eerste dag moet je een verplichte rustdag houden, de zondag, dan zouden we dat doen uit liefde tot de Heer. Alleen heeft dat niet gezegd. Dus dat bedoel ik met dat formele. Kees. Oh, ik stak je ook even. Jij mag direct. Het feit dat je dus de zondag niet met een rustdag ziet, daar wil ik niks aan afdoen, maar zit er geen gevaar in? Ja, ik ben altijd een beetje van de gevaar, u weet het. Ja, maar dat is juist leuk. Doe dat maar. En namelijk dat je de zondag zo in gaat vullen, dat je de kerkdienst gaat vervangen door recreatie. En wat zie ik in mijn eigen kerk? Ontwikkelingen. Bijna legitiem kun je het maken dat je, ach, dat hoef je niet zo serieus te nemen. Je mag wel eens een keer wat anders doen. Waarvan Paulus misschien wel zegt, laat ze de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Ik vind zo'n invulling, geeft wel een gevaar. Ja, maar maar dan ga ik altijd weer, dat zijn we ook al jaren zo gewend, geef ik dan weer tegengas. Zo doen we dat. Professor Douma, in zijn jongere jaren, hij is nou stokoud, maar die heeft een hele mooi boekje geschreven over de tien geboden. En in het gebod over de Sabbat zegt hij ronduit dat hele idee dat de zondag in plaats van de Sabbat is gekomen, dat staat nergens in de Bijbel, dat moeten we gewoon vergeten. Dus het is geen verplichte rustdag, maar het is wel mooi dat we kunnen rusten. Maar hij zegt daarin ook dit. Hij zegt, een van de mooie kanten van die dag is dat je als christenen bij elkaar bent. Hij zegt, ik zou er dus ook geen enkele moeite mee hebben als je als christenen bijvoorbeeld 's middags met z'n allen in de achtertuin gaat zwemmen. Als het maar als Gods volk bij elkaar is. Je
Je kunt de hele dag natuurlijk koffie gaan drinken en taart eten. Maar misschien is het leuker om met z'n allen te gaan zwemmen. De leukste ontdekking, Kees, en dat zal je even schokken. Je moet even iets pakken om je stoel vast te houden. Dat is dat Calvijn bij voorkeur op zondagmiddag ging zeilen op het meer van Genève. Ja, dat weten de gereformeerden in Nederland niet. Maar dat wil ik dan toch even hier gezegd hebben. Ho! Oh. Calvijn ging zeilen, dat is een verhaal geworden alsof hij recreatief ging zeilen. En oh! De broeders bezoeken om over het geloof te praten. Ja, maar goed, Kees. Hij ging met dat zeilschip de broeders bezoeken, niet de zusters, om over het geloof te praten. Maar in een heleboel kringen zouden ze dat zeilen ook al verboden hebben. Dan zou hij eigenlijk hebben moeten lopen over het meer, als ik het goed begrepen heb. Ik denk wel, nou even los van alle grapjes, maar ik denk wel dat men in die tijd omspannender met die zondag omgaat en dat wij het gevaar lopen, net als die fariseeën dat deden, zo te waken over de heiligheid van de Sabbat dat we steeds meer geboden verzinnen. Het is nog steeds zo in het Jodendom ook dat rabbijnen weer bij elkaar moeten komen als er nou weer een nieuw probleem opgedoken is. Want ja, je hebt nou de auto, hoe ver mag je rijden met de auto op de Sabbat? Het ergste is, ja, dat is, vind ik toch wel, ja, ik vind het haast pijnlijk om te noemen, maar wie wel eens in een Joods hotel is geweest, een orthodox Joods hotel in Israël, die kent het beroemde verschijnsel van de Sabbatlift. Op Sabbat mag je geen vuur maken, terwijl als je op een knopje drukt, ontstaat er een minuscuul vonkje. Dus mag je niet op dat knopje drukken. Dus wat doe je in die liften? Die liften in de Joods-orthodoxe afdeling van het hotel, die gaan de hele dag heen en weer en die stoppen op elke verdieping. Als je dus op de 40e verdieping moet zijn, dan moet je daar een paar uurtjes voor uittrekken. Nou ja, die heb je daar helemaal niet, zulke hoge hotels. Maar dan, je hoeft dus op geen enkel knopje te drukken. En ik weet in Elburg dat de orthodoxe joden tegen dat christen buurjongetje zeiden, wil jij even zondags even de lamp komen aansteken? Of even het vuur aansteken onder het eten? Dan denk ik ook, je hebt toch wel bijna de grens bereikt. Heel frappant vond ik ook steenrijke joden in Californië die op vrijdagmiddag met het vliegtuig overstaken over de datumgrens. Dan was het ineens zaterdagavond geworden. En daar heerlijk feest hielden. En dan te zondagavond terugvlogen. Dan was het net zaterdagavond in Californië. En dan hadden ze die hele die Sabbat omzeild. Nou weet ik wel, dat zijn extreme verhalen. Maar het zit in de mens, als je onder zulke geboden bent, te proberen er onderuit te komen. Aan de ene kant ze strenger te maken. Zo streng als je maar kan. Om daarin als het ware je eigen vroomheid op te schroeven. En aan de andere kant de neiging om zoveel mogelijk onderuit te kruipen met dit soort slimmigheden. Het christenjongetje dat naast je woont, vragen of hij het vuur wil aansteken enzovoort. En dan heb je de grens wel bereikt. En dan, daarom vind ik het zo mooi zoals de Heer Jezus over de Sabbat praat. De Sabbat is iets moois. En jullie hebben er iets naars van gemaakt. Zoals in allerlei gezinnen, lang niet allemaal, aan de rechterflank van de gereformeerde gezinten, die zondag al lang niet meer iets moois is. Maar zoveel ouderen die zeggen, de zondag was de vreselijkste dag van mijn jeugd. Dat is het fariseese uitschieten in de ontwikkeling. En dat wil niet, dat wil niemand en dat wil zeker de Heere God niet. Maar dat samen zwemmen op zondagmiddag vond ik eigenlijk wel een leuke gedachte. En ook de gedachte erachter zit, als je maar met Gods volk samen bent. Als je je eigen skihellingje hebt. Oh, jij doet het alleen om de broeders en zusters te bezoeken. Hè? Ja, maar goed. Dat het samen zijn met Gods volk vind ik wel erg mooi. Ja. Dat, in noodgevallen ben ik bereid om op zondagmiddag naar Albert Heijn te gaan. Maar ik vind het ook niet prettig. Ik vind het niet prettig. En dat is niet omdat ik toch stiekem, want ik ben helemaal niet zo opgevoed. Maar ik zie al die mensen die ik eigenlijk even niet zien wil. Die zie ik door de week al genoeg. Klinkt misschien gek en misschien ook wel hooghartig. Maar ik wil even, ik vind het fijn, zondagsmorgens, zondagsmiddags of 's avonds onder Gods volk te zijn. En daartussendoor ook. Heeft helemaal niks te maken met wat niet mag. Helemaal niks. Ik wil het niet in mijn hart toelaten. Maar de gedachte om samen te zijn met Gods volk. En dat mag ook best dus in het zwembad zijn. Dat maakt me helemaal niks uit. Ja, dat spreekt me wel aan. Ik vond het bevrijdend. Kees, jij nog één keer en dan mag ik. Heel kort hoor. Maar dat was het.
kern van mijn betoog, die ontwikkeling dat de zondag steeds minder rondom het woord, juist, steeds meer andere kanten op. Dat is ook niet goed. Dat er kinderen zeggen, mijn ouders gaan ook maar zoveel keer, dus die gaan weer een stapje verder. Dit is maar uit mijn eigen kring en dat baart me echt wel zorgen. Langzamerhand verraken mensen vervreemd van de kerk en dat is een ontwikkeling. Of die met de invulling van de zondag te maken heeft, weet ik niet. Nee, maar dit klopt niet helemaal. Klopt niet helemaal. Okay. In de evangelische wereld moet je met deze verhalen niet aankomen. Die weten niet eens waar je het over hebt. Die gaan zondags naar de kerk, 's morgens, en die zullen het niet in hun hoofd laten om dat te verzuimen. Meestal gaan ze sowieso maar één keer. En daarna gaan ze met het hele gezin naar het strand. En daar hebben ze zelfs geen gedachten bij. Tenzij dat ze met gereformeerde mensen in aanraking komen. Maar ze denken er niet eens over na. Maar die mensen raken helemaal niet weg van de kerk. Die mensen pieken er ook niet over om die zon. Tenzij dat het nou een hittegolf van 35 graden is. Dan zullen de zwakkelingen wel in de verzoeking komen. Om voor die tijd naar Zandvoort af te reizen. Maar voor heel velen daarin is die zondagse samenkomst een vanzelfsprekendheid. Net als het vanzelfsprekend is dat ze 's middags met de kinderen gaan varen of zwemmen of wat dan ook. Ja, dat is de realiteit. Maar dan moet je toch ook bedenken. Die mensen, die raken helemaal niet zo gauw van de kerk af. Dat is het punt helemaal niet. Het punt is dat ze een totaal andere beleving hebben van die zondag dan wanneer je opgegroeid bent in een milieu dat wel degelijk begonnen is met de gedachte, de zondag is de nieuwtestamentische sabbat. Goed, dat zijn de twee kanten en nou behoren we Eik. Ja, er staat in de Bijbel ook dat voor de Heere God is één dag of 1000 jaar. Is het niet zo dat die hele cyclus van 7 dagen misschien ook een beeld daarvan is dat we 6000 jaar zwoegen en dat we dan de zevende dag dat we dat mogen zien als het 1000-jarige vrederijk. Ja. Ja, ik herhaal het even. Je hebt het over de 7 dagen die al heel vroeg gekoppeld zijn aan 7000 jaar. Gedachte dat woord 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag trouwens, hè, dat vergeten we vaak. Zo staat het in 2 Petrus 3. Maar daar hebben de rabbijnen al mee gespeeld. Daar hebben ook de kerkvaders al mee gespeeld. Augustinus. Sommigen deden dat heel letterlijk. Die probeerden het zo in elkaar te draaien dat het dan ook elke dag precies 1000 was. Maar dat klopte niet. Augustinus heeft dat ook losgelaten. Maar die komt wel op 7 perioden. Waarin hij dan de wereldgeschiedenis indeelt. Alleen bij hem begint dan die 7e periode al bij Christus. En bij anderen is dat bijvoorbeeld, zoals jij het nou aangeeft, het Messiaanse Rijk. Denk ik natuurlijk ook eerder aan. Maar die gedachte is inderdaad wijd en zijd verbreid. Zowel bij de rabbijnen als bij de theoloog. En als je nou weet van die 1000 jaren uit het boek Openbaring. Ja, dan, of dat nou letterlijk of figuurlijk is. Dat is in ieder geval een bepaalde periode tussen de wederkomst en het aanbreken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, dan is die gedachte wel voor de hand. Ik heb ook in mijn jeugd opgegroeid met die gedachte dat van die parallel van die 7 dagen, waarvan de 7e dag dan het Messiaanse Rijk is. Dat klopt. Alleen is het natuurlijk keihard. Het is moeilijk om dat keihard te bewijzen uit de Bijbel dat dat ook een Bijbelse gedachtegang is. Dat de Bijbel dat inderdaad ook zo van ons verwacht, dat we zo gaan denken. Maar goed, het feit dat de Sabbat verbonden wordt ook met het Messiaanse Rijk en daarheen verwijst, zoals in Psalm 92, ja, dat wijst in die richting. Zeker. Wie nog iets op het hart? Gaat u gang. Als je zo in het Oude Testament leest, dan lijkt het alsof de Sabbat werd gegeven op de Sinaï. Maar laatst ontdekte ik tot mijn verrassing dat de Sabbat al eigenlijk bekend was toen Mozes het over het manna had. Wat ze, ja. Hoe zit dat precies? Vanaf waar is men de Sabbat dan gaan vieren? Adam en Eva starten met de Sabbat. Ja, maar daar heb je gelijk aan. Maar dat is nog niet hetzelfde als vieren. In eerste plaats, die Sabbat was inderdaad al ingesteld in het begin van Genesis 2. Op de 7e dag rustte de Heer. En later, bij de 10 geboden, keert dat elke keer weer terug. Een paar keer in Exodus. In 6 dagen heeft hij de hemel en aarde geschapen. Op de 7e dag rustte hij. Dus het bijzondere van die 7e dag... Dat was bij Israël wel bekend. En dat het zelfs misschien de gewoonte was om die dag ook speciaal te wijden. Dat volgt dan uit Exodus 16, wat dus voor de Sinaï is. Want in Exodus 16 gaat het over het manna. Dat Israël ontving elke dag, waarbij gezegd werd, op zaterdag valt het niet. Maar op vrijdag moet je dan 2 keer zoveel verzamelen en dat zal niet bederven. Dat kun je dan zaterdag gebruiken en dat hoef je dus niet speciaal te gaan zoeken. Dus daar blijkt inderdaad uit dat die Sabbat in Exodus 20 weliswaar voorkomt in de 10 geboden.
Maar dat betekent niet dat dat een openbaring was. Ze zouden in ieder geval het woord Sabbat al moeten hebben kunnen kennen. Als de Heer zegt, denk de Sabbat. Ja, Shabbat is een Hebreeuws woord en dat komt van een werkwoord dat betekent ophouden. Dat zou zo interessant, hè? Het is de dag waarop je ophoudt met werken. Niet waarin je niet mag werken, maar waarin je niet hoeft te werken. Dus Shabbat heeft een hele simpele betekenis. Ophouden met werken. Je hoeft vandaag niks. Onthoud dat. Maar dat wisten ze dus al, anders had het hele woord niet kunnen kennen. En dat zie je dus inderdaad al in Exodus 16. En in Exodus 16 werd het ook niet ingevoerd. Het werd als een vanzelfsprekendheid behandeld. Op de zesde dag hoef je niet te werken, dan hoef je ook geen mannen te verzamelen. Op vrijdag ligt er genoeg voor de Shabbat ook. Dus die gedachte was al lang bij hem bekend. Maar voor die tijd tussen Genesis 2 en Exodus 16 lezen we nergens over die Shabbat. Dus we kunnen alleen maar speculeren. Ze moeten het geweten hebben, gekend hebben. Maar in hoeverre ze het ook gevierd hebben, weten we niet. Maar ze hebben het geweten. Dat blijkt uit het hoofdstuk dat u zelf aangeeft. Ja? Nog een vraagje? Nog? Zeker. Ja, absoluut. Okay. Ergens in de profetie, ik weet niet waar, gaat het over mensen die niet van Israël zijn en die het Sabbatsgebod houden en zelfs de ontmanden. Ja. Over, en dat God dat dan zeg maar zegent. En ik heb wel eens gedacht van ja, ik zie mensen daar in de aanwijzing dat ook zeg maar niet Israëlieten het Sabbatsgebod moeten houden of dat daar in ieder geval een grote zegen aan verbonden is. Er staat in Jesaja 56, want vers 4. Want zo zegt de Heer over de ontmanden die mijn Sabbat in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en die van dochters. En dan gaat het ook verder in vers 6. De vreemdelingen die zich bij de Heer voegen om hem te dienen en om de naam van de Heer lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die mijn verbond vasthouden enzovoort. Eigenlijk is dit, ik weet nog even niet uit mijn hoofd hoe dat zit in Ezekiel 40 tot 44, waar het gaat ook over de wetten van het Messiaanse Rijk. Maar voor de rest is dit de enige plaats in de profetieën waar je ziet, want dit gaat allemaal over het toekomstige Messiaanse Rijk, dat dan de Sabbat zal worden onderhouden. Eigenlijk is het zo'n vanzelfsprekendheid dat het niet wordt genoemd. Wat niet vanzelfsprekend is, in welke mate de vreemdelingen daaraan mogen meedoen. En zelfs de ontmanden. Waarom is dat nou zo belangrijk van die ontmanden? De gecastreerden, zouden wij zeggen. Dat kan dus opzettelijk gebeurd zijn. Dat kan ook door een ongeluk gebeurd zijn dat je ontmand bent. In het Oude Testament lezen we dat die geen toegang hadden tot, in ieder geval tot het priesterschap. Die priesterschap moest recht van lijf en leden zijn. Die golden dus als een soort tweederangs burgers. Dat had een diepe geestelijke betekenis. Wij zouden dat vandaag maar discriminatie noemen. Maar hier met het oog op het vrederijk wordt heel uitdrukkelijk gezegd, ook die mensen die vroeger op de tweede rang kwamen, die horen er ook helemaal bij. En ook de vreemdelingen die zich aansluiten bij de God van Israël, die zullen allemaal bij mogen horen. En die zullen dus ook als vanzelfsprekendheid die Sabbat vieren. Maar het staat er nog niet eens van Israël, alsof het een vanzelfsprekendheid is dat Israël de Sabbat viert. Israël heeft in het Oude Testament de Sabbat gevierd, ze doen het nog steeds tot op de dag van vandaag, dus straks doen ze het ook eens nogal wieders. Hoeft niet eens verteld te worden. Maar groepen waar het niet wieders voor is, zoals die ontmanden en die vreemdelingen, die worden apart genoemd. Is dat een antwoord op uw vraag? Ja. Ik probeer altijd naar het hoofd te kijken om te zien of de vraag aan beantwoording landt. Daarbij ook dat mensen dit gedeelte zeg maar nemen als ja, zo van, nou, dan moeten we daar nu alvast mee oefenen. Oh ja, in die zin dat wij ook lief zijn voor de ontmanden en de vreemdelingen. Nee, ja, dat snap ik wel. Maar ik gaf er meteen een andere draai aan. Als je nu alvast moet oefenen, dan zeg ik niet in de zin dat wij alvast de Sabbat moeten gaan houden, maar dan zeg ik in die zin dat we goed met vreemdelingen en ontmanden moeten omgaan. Dus u weet wat er staat in Prediker 7. God heeft ons oprecht geschapen, maar de mens heeft vele vonden gezocht. Staat dat niet in de Statenvertaling zo? Dat betekent uitvluchten en smoesjes.
En zo is het ook. Als je nou per se de Sabbat wil houden vandaag, en je wil dat duidelijk maken dat het ook voor gelovigen te volkeren geldt, dan kun je zo'n tekst daarbij aanhalen. En dan met zo'n redenering van, laten we vast gaan oefenen. Dat wordt langzamerhand de laatste vraag. Moesten ze in Egypte wel die 7 dagen? Ja, zeker. Dat was natuurlijk, dat is goed dat u dat zegt, ja. Kijk, ik zei straks al, die Sabbat heeft ook te maken met het feit dat toen ze verlost werden uit Egypte, ze in die rust kwamen. Het had eigenlijk iets duidelijker kunnen zeggen, daarom is het goed dat u dat nog even noemt. In Egypte hadden ze geen seconde rust gehad, behalve ze sliepen. En dag in, 7 dagen in de week, terwijl ze misschien wel in hun achterhoofd hadden, het was eigenlijk Gods bedoeling dat we die 7e dag zouden houden, maar ja, maar dat weten we dus niet. Hè? En dan komen ze in de woestijn. 6 dagen lopen, 7e dag, stop, rust, stel ik me even zo voor. Want de Heer zegt, gedenk de Sabbatdag. Jullie krijgen 1 dag in de week vrij. En dat was natuurlijk heel spectaculair. Die Sabbat was een heel bijzondere zegen. En ik kan me voorstellen, ik lees nou weer een van mijn lievelingsboeken. Dat gaat over het boerenleven in Oost-Nederland in de 19e eeuw. Je denkt waar die man zich allemaal mee bezighoudt. Maar dat boek is zo romantisch. Wat was het heerlijk om een boerenzoon in 1860 te zijn. En daar was dat werkelijk zo. Die boeren die werkten van 's maandagsochtends 4 uur soms tot zaterdagsavond. En zaterdagsavond moest natuurlijk alles aan de kant. En dan zondag was de Sabbat des Heren. Dan deden ze ook niks. Met als gevolg uiteraard dat ze sliepen. Wie zei dat? Dat ze sliepen in de kerk. Uiteraard, uiteraard. Dat kun je zo. 'S morgens ging het nog wel, maar 's middags, ja, dan was dat heel moeilijk. Maar dat, daar zie je nog wat dat was. Die mensen, dat ze dus dan, en dat was niet van, we mogen niet werken. Maar die boeren waren na die 6 dagen aan het einde. En 1 dag hoeven we niet te werken. Als je dat tot je laat doordringen, dan proef je weer iets van de schoonheid van de Sabbat. We hebben 1 dag vrij. En dat is heel bijzonder. Dat geldt ook voor de christelijke feestdagen. Die worden allemaal prachtig in beschreven. Ik snap niet dat het boek niet veel beroemder is, maar dat doet er allemaal niet toe. Ik lees het voor de 27e keer weer met vreugde door. Het heeft ook een uitermate stomzinnige titel. Daarom is het nooit beroemd geworden. Het heet Oud-Achterhoeks Boerenleven. Nou ja, wie leest dat? Wie leest dat nou? Ik lees nou het exemplaar dat ik ooit aan mijn vader heb geschonken en dat ik toen weer meegenomen heb toen hij overleden was. En ik lees met vreugde weer alle dingen die hij voor ingeschreven heeft. Oh, wat een fantastisch. Ik heb een beetje dezelfde smaak als hij. Wat een geweldig boek. Maar dan zie je ook keihard werk. En zondags niets. En deed ze ook echt wel niks. En de vrome mensen die lazen dan in vrome boeken. Ze gingen 's morgens naar de kerk, gingen 's middags naar de kerk. En ze lazen vrome boeken. Daar kan ik me dan nog helemaal voorstellen. Maar wij hebben bijna altijd al vrij, toch? Of niet? 40-daagse werkweek en we praten al over een 36e en over 33e. Ik heb uitgerekend in dit jaar 2140 hebben we min 6 uren werk per week. Dus we vonden het al veel moeilijk. We hebben altijd vrij. We hebben zaterdag al de hele dag vrij. Nou, dit was genoeg geweest voor vandaag. Mooi dat jullie zoveel over de Sabbat gevraagd hebben. Volgende keer gaan we heerlijk praten over Pesach. En over het Hooglied. Wanneer is dat? Staat het erop? Hoeveel? 29 september. Dat is een vooravond ook weer van een of andere feest, toch? Had ik. Ja, precies. Dat is de vooravond. Dan begint het Joods nieuwjaar. En dan zitten wij hier gezellig te vieren. Wat leuk. Maar we gaan het hebben over Pesach, dat wel. Laten we samen de avond afsluiten met gebed. Dank u wel, Heere God, dat we ons mochten verlustigen in dat oude, oude boek. En mochten stilstaan met het feit dat er een volk is dat nog steeds die oude, oude feesten onverdroten viert. Dat is eigenlijk wel een beetje beschamend voor ons, als we over nadenken. De trouw en de liefde en de toewijding.
waarmee de feesten worden gehouden, maar vooral ook die ene wekelijkse feestdag. En Heer God, laten we daar maar van mogen leren, voor ons eigen leven, maar ook voor de geschiedenis van deze wereld en het geweldige doel waarheen u op weg bent, het Messiaanse Rijk van het vreugde. Dank u dat we er iets van hebben mogen zien. Geef dat we het mogen meenemen. Dat het ons geestelijk mag verrijken. Heren, we danken u voor uw kostbaar woord. Dat ons altijd zoveel te genieten geeft. Help ons om in dat woord te wandelen. Help ons om te wandelen in die wet van Christus. Door de kracht van de Heilige Geest. Zijn geboden. Want wie hem lief heeft, die bewaart zijn geboden. Help ons om zo uit vreugde en uit liefde tot onze Heer, onze Heiland, zijn geboden te bewaren. En we danken u dat we dat niet in eigen kracht hoeven te doen. Maar dat we dat mogen doen in de kracht van de Heilige Geest. Geef dat we de volheid daarvan meer en meer in ons leven gaan ondervinden. Om in die kracht u te dienen en u te behagen. Tot welgevallen van u te leven. De Heere zegen ons daarin, leid ons daarin. Wees ons ook nu nabij als we naar huis gaan en breng ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar. Wij loven en prijzen uw heerlijke naam en vertrouwen ons in alles aan u toe. Amen. Amen.